Een aantal maanden geleden zijn we natuurlijk als samenleving geconfronteerd met de coronacrisis. En alle maatregelen die er aan de hand van de coronacrisis getroffen zijn vanuit het Rijk. Nou, dat zorgt op heel veel onderdelen waar wij als sociale dienst dagelijks mee bezig zijn, dat er toch wel wat problemen ontstonden. Een van die problemen die ontstond bij voedselbanken. Ja, toen de coronamaatregelen werden afgekondigd, toen werd ik echt wel een beetje benauwd. Omdat ik realiseerde mij dat een merendeel van onze medewerkers 70 jaar of ouder is. En één voor één haakte ze eigenlijk af. We werken met ruim 160 vrijwilligers. En driekwart is gewoon, behoort tot de risicogroep. Daarnaast liep ook de toevoer van voedsel flink terug. Want supermarkten leveren normaal gesproken voedingsmiddelen aan de voedselbanken. Maar er werd natuurlijk massaal gehamsterd in de supermarkten. Onze behoefte was vooral om een noodscenario klaar te hebben voor het geval dat we zouden moeten stoppen.